Heel erg bedankt dat jullie op dit hele vroege tijdstip naar het Marktwatercollege wilden komen. We hebben een kort programma. Dat waar het om gaat, is natuurlijk een voorstellerij. Zie ik degene die de delegatie leerlingen hier zit. Dus die gaan zo meteen van alles doen. Samen met Joyce nog wat, geloof ik. Ik hou het kort. Ik ben in ieder geval heel blij dat jullie er zijn. Ik hoop dat het ontbijt ook goed gaat smaken. Dat er ook goed genetwerkt wordt met elkaar en met ons. Joyce Janssens, ik ben bezig met het project Werk aan Werk Haldenbergen, waarbij wij heel sterk de verbinding met ondernemer en onderwijs proberen te vinden. Dus misschien is het wel leuk om heel even te beginnen met de leerlingen die de horecaopleiding doen. Jamie, kun jij eens heel eventjes vertellen, wat heb je allemaal geleerd op school? Wat leer je? Waar leer je voor? Ik leer voor HBR, om te werken in het restaurant, in de bakkerij en eventueel in de recreatie. Jamie, kun je eens heel even vertellen wat je nou zo leuk en leerzaam en interessant vond in jouw stage? Het leuke daarvan is dat je heel veel verschillende gerechten hebt en dat je de bodem opmaakt per gerecht ook verschillend is. Kasper, jij hebt ook stage gelopen. Waar heb jij dat gedaan? Bij het tussenjaar Hormons. Dat is eigenlijk veel over de basiliek. Dat is een hele mooie omgeving om te werken. Daar ben ik in oktober zijn we ook met een inspiratietour langs geweest om het werk zoekende van het werk. Megatronica. Wat houdt dat precies? Ja, dat is een metaal en een elektromanin. In Roosdal bij Nexus netwerkbeheer. Op school werken we op een bord. En zeg maar, ja, daar zo'n straat moet je ook een gat graven. Bijvoorbeeld gewoon met spanning werken. Op school, hè, leer je natuurlijk heel erg veel. En in de praktijk zijn dingen toch net even anders als hier. Ik bedoel, hè, een kabel opgraven hier op school gaat misschien wel lastig, of niet? Waar heb jij een stage gelopen? Bij de opaldieren van Roosendaal. Opaldieren, dus je zit meer in de autotechniek? Ik word eigenlijk alleen maar meer elektro en zo. Je vertelde dat je stage hebt gelopen bij een schildersbedrijf. En wat heb je daar vooral geleerd? Ja, ik heb voornamelijk veel ruiten gezet en zo. En ruiten ook. Leuk, hè? Het vak schilderen, ik denk meteen aan schuren, plamuren en aflakken. Jessie, ja, vertel eens even. Welke richting binnen zorg en welzijn heb jij gevoeld? Mee bezig? Ik doe uiterlijke verzorging. Dus dat is niet de zorg als in ouderenzorg, maar echt qua uiterlijk. Dat is goed aan jou te zien. Hey, en je vertelde me dat jij stage hebt gelopen in een kapsalon, dat heb ik goed begrepen. En wat was het grote verschil met wat je hier op school leert in dat vak en wat je in de praktijk bij het bedrijf hebt geleerd? Op school leer je eigenlijk ook heel veel uit het boek, omdat je leert klanten te verwelkomen en nou moet je het, normaal doe je het in een rollenspel en nou moet je het echt met mensen doen. Dus dan is de druk toch wel iets hoger dan als je het op school bijvoorbeeld met pap zit. Maar je hebt een andere stage gehad, hè? Waar heb je stage? Bij een schoonheidsspecialist. En wat vond je daar zo leuk aan? Dat je toch wel, want je doet echt op elkaar en dan moet je echt hier gewoon met verschillende klanten en je weet echt hoe het inleven. Er is een probleem en onze leerlingen moeten dan in een tijdspanne van ongeveer 8 weken een oplossing voor dat probleem bedenken. Momenteel ben ik zelf bezig met project van Maurik, Infra, en bij dat project moeten wij een manier verzinnen hoe de wegafzetting op de snelweg veiliger kan verlopen. Ik ben bezig met een onderzoek over muonen. Dat zijn kleine deeltjes die er voorkomen in de natuur. Nou, vertel Maria, want Maria is eigenlijk op zoek. Ja, dit is mijn eerste jaar in de bovenbouw en dat is toch wel heel erg nieuw, want in de derde kreeg je opdrachten aangeboden en in de vierde moet je dus zelf op zoek. En nou, Suzanne, ik weet niet of jullie haar gezien hebben, die stond ook hier vooraan met het kaartjes uitdelen. Wij zitten samen in een groepje en we zijn eigenlijk nog op zoek naar een nieuwe opdracht voor ons tweede project. Nou, hier zitten heel veel mensen uit heel veel verschillende bedrijven. Dus mochten jullie een opdracht hebben of een probleem of iets wat jullie of jullie inzichten willen van leerlingen waar jullie zelf mee bezig zijn, nou, kom dan straks even naar ons toe, want dat lijkt ons heel erg leuk. Ja, dankjewel. Ja, goed, zie je nog. Het kan nog druk zijn met leerlingen in de gang, want die beginnen nu net. Maar waarschijnlijk zullen we net het
zo.